Ik ga het vandaag hebben over big data in het hoger onderwijs. We gaan kijken wat zijn die ontwikkelingen, wat zijn de gevolgen van voor jullie in de onderwijslogistiek en de studentbegeleiding. En ik begin met een klein verhaal over wat jullie hier zien, namelijk de verftube. Het staat niet bij stil, maar dat was ook een uitvinding. Voordat de verftube gebruikt werd, werden namelijk varkensblazen gebruikt waarin schilders hun verf meenamen en die werden droog in de buitenlucht. Dus ze konden niet lang buiten blijven. En de meeste dingen die ze schilderden, die deden ze wel even een indruk, kregen ze. Maar daarna gingen ze terug naar het atelier en gingen ze schilderen wat ze in hun herinnering hadden gezien. In 1863 is de verftube uitgevonden en toen konden opeens schilders veel langer buiten zijn in de open lucht. En toen zagen ze dat dingen veranderlijk waren en toen ontdekten ze dus een hele andere kijk op kunst. En toen is het impressionisme geboren. Wij staan op dit moment voor een soortgelijke doorbraak, namelijk big data. We hebben zoveel nieuwe indrukken die we kunnen gebruiken, dat de manier waarop wij werken in onze bedrijfsvoering en de onderwijslogistiek, zal daar een effect van hebben. Nou, daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Wat betekent big data? Om het concreet te maken, wil ik graag mezelf even voorstellen. Dit ben ik volgens LinkedIn. Hier zie je een wolk van mijn relaties en ik zal een paar dingen toelichten. Zoals je kunt zien herken ik veel mensen bij de UvA, daar heb ik 8 jaar gewerkt. Ik heb niet zo'n hele grote familie en sinds kort zit ik bij Deloitte, sinds 1 jaar. Ik heb 2 studies gedaan, namelijk theologie, die zie je hier, en informatiekunde aan de onderkant. Ik heb ook nog 5 jaar bij de FGW gewerkt, faculteit der geesteswetenschappen, en daar ken ik ook veel mensen van. Nou, wat is nou bijzonder aan deze plaat? Op basis van deze gegevens zouden jullie kunnen afleiden dat mijn meeste vrienden heb ik gemaakt in de tijd dat ik theologie studeerde. Dat is 1 gegeven. En hier zijn 2 figuren in die plaat die zijn interessant. Stel dat dit nou een studentenpopulatie is, dan is deze persoon die daar zit een blauw bolletje in het midden van een paars veld. En een paars bolletje in het midden van een groen veld. Dat zijn misschien wel bijzondere studenten die heel veel relaties hebben met andere studenten. Dat zijn misschien wel onderstudenten die je eigenlijk zou willen benaderen om te kijken of zij dat enthousiasme en die inzet willen omzetten naar een onderwijsprogramma. Zo kun je kijken naar data. Dit is trouwens niet mijn eigen wolk. Deze heb ik even weggehaald en daar mijn eigen naam opgezet. Dit terzijde. Dus dan zie je ook meer dat manipulatie met data is ook mogelijk. We hebben even met Wout doorgesproken. Hoe kunnen we dit nou eens laten voelen onderling? En we gaan een experiment doen. Ik heb het zelf nog nooit eerder gedaan, ik heb geen idee of dit werkt, maar wat we gaan doen is het volgende. Jullie zitten nu allemaal op een plek in een zaal naast mensen die je kent en waar je je zo lang bij voelt, maar dat gaan we even iets veranderen. We gaan in 3 minuten tijd het volgende doen. Mijn vraag is, wil je zo meteen gaan verplaatsen na het aantal studiejaren, inclusief dus een hoger onderwijsstudie, HBO of universiteit en promotie. De mensen die het langst hebben gestudeerd zitten aan die kant. En mensen met de meeste diploma's zitten dan rechts achterin. Dus meer diploma's, meer dan 1, zit je achterin. Geen diploma's vooraan. Heel weinig tijd gestudeerd of heel lang. Dat is het idee. En dat ontdek je door te vragen aan je buurman wat de studietijd is. Gaandeweg zul je zien dat in 3 minuten tijd, als we ons best doen, hebben we een hele herschikking van de zaal en dan gaan we een paar vragen beantwoorden. Dus neem vooral die blaadjes mee. Ja, nog 2 minuten. Als je het niet zeker weet, zoek gewoon een plek op. Dat je denkt van hier zal het wel zo'n beetje zijn. Het is heel druk in het midden. Heb je geen diploma? Nee, dat wist ik niet. Heb je nooit gestudeerd? 3 jaar HBO, oké, perfect. Er gaat een wereld voor me open hier. Ja, nog 1 minuut.
Nog 30 seconden. Oké, mensen. Zoek maar een plek op, we gaan weer verder. Mijn collega gaat dat doen. Ja, ik nog 10 tellen zo'n beetje. 10. 9. 8. 7. Zitten. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Even Richard, waar zit je ergens? Ja, oké. Als het dus tijd is, moet je maar gaan staan, anders zie ik het niet. Nee, nou, het is waarschijnlijk ongeveer gelukt. Normaal gesproken doe je hier wat langer over natuurlijk, maar we hebben maar een half uur. En wat we nu gaan doen, is we hebben hier 3 blaadjes. En die gaan we gebruiken. We gaan kijken of we nu op basis van deze gegevens, dus ik heb hier vooraan iemand... Je hebt begrepen, je hebt helemaal geen diploma, zei je net tegen mij. Oh, wel, 1 diploma, oké. En hoe lang heb je gestudeerd? 3 jaar, dus een hele snelle student, heel goed. En als het goed is, zitten daar mensen, ik zie Marjan inderdaad zitten, gepromoveerd. 20 jaar over gedaan waarschijnlijk, of niet? Heel lang. Ja, wat we nu gaan doen, is op basis van deze gegevens kijken of we patronen zien in andere dingen. Dat is het idee. Oké. Wanneer heb je je aangemeld voor deze conferentie? Rood is meteen toen de aanmelding openging, heb ik me aangemeld. Wacht nog even met het blaadje. Geel is 1 of 2 weken geleden. En blauw is op het laatste moment in deze week. De vraag is nu of je je blaadje omhoog steekt. Ik zie daar veel geel. Het is nog wel een gemengd beeld. Ja. Dit zouden we eigenlijk nader moeten onderzoeken. Dan de volgende vraag. Heb jij jezelf aangemeld? Ik heb een vrijkaartje, dat is rood. Mijn secretaresse heeft me aangemeld, is geel. Ja, natuurlijk heb ik dat zelf gedaan, blauw. Hier meer blauw en daar toch wel meer iets rood, heb ik het idee. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is wel grappig. Ik moet niet zeggen dat ik helemaal onder de indruk ben van de resultaten tot nu toe, maar jullie misschien ook niet. Dit is misschien interessanter. Aan hoeveel mensen geef je leiding? Rood, meer dan 10 personen. Geel, 1 tot en met 10. Blauw, aan helemaal niemand. Even kijken, rood. Ja, rood zit meer achteraan. Dat is wel een beetje, jij bent een uitzondering. Heb ik het idee, ja. Oké, nou, dit is het principe. We doen nu een beetje big data. Kan dat eigenlijk? Waarschijnlijk wel. Dit is namelijk het principe van big data, dat je data zich laat groeperen langs een paar kenmerken en dan gaat kijken, zien we patronen bij andere zaken. Dan zul je zeggen, dat doen we al jaren, want we hebben BI, business information, data warehouses, onderzoeken we het ook allemaal. Een groot verschil met big data zijn 3 V's. Het volume daarvan, het is enorme bakken met data, nou, het verhaal van Anka ging daar volledig over. De variëteit erin. Dat betekent dat je niet alleen data verzamelt vanuit studiegedrag, maar misschien ook aanwezigheid online, of waar mensen zich bevinden, et cetera. En de snelheid waarmee die data wordt geproduceerd en wordt teruggekoppeld. We maken eigenlijk, zitten nu midden in een enorme transformatie van terugkijken, van hindsight, naar meer inzicht en vooruitkijken. Dat is de ontwikkeling die we nu meemaken. En dat gaat gezien ook het tempo van dataontwikkeling enorm snel. We gaan maken een verandering mee van dashboards naar visuele weergaves, segmentaties en voorspellingen. Een praktijkvoorbeeld uit het bedrijfsleven. Het was een probleem bij een vliegveld dat als een piloot moest aangeven wanneer die ging landen, dat in heel veel gevallen ze daar 5 tot 10% naast zaten in de tijd. En dat betekent dat je dus later ging landen dan gepland, met alle nadelige gevolgen voor de logistiek. Wat ze toen hebben gedaan is een systeem ingevoerd, RIDE ETA, Estimated Time of Arrival, dat op basis van alle data uit het verleden en sensoren waar dan een vliegtuig op dat moment zat,
ging voorspellen wanneer zij zouden landen. En hier zie je het effect. Bij de invoering van het systeem is dus de variatie in de voorspelling enorm verbeterd. Dit gaat over toestellen die landen. Nou, je ziet al de link een beetje aankomen. In de wetenschap wordt het ook heel veel toegepast inmiddels. E-science, als je daar meer over wil lezen, lees dan vooral dit boek van Microsoft. The Fourth Paradigm. Het is ook interessant dat Microsoft als bedrijf daar dus zich zo'n publicatie maakt. Dit is griepepidemie in Nederland, op basis van zoekwoorden in Google. Hiermee kunnen ze voorspellen waar de griep het hevigst zal zijn. En hier zie je een soortgelijk verhaal voor Twitter en effect op huizenprijzen. Dus je kan op basis van Twitterfeeds zien, gaan de prijzen stijgen of zullen ze gaan dalen. Een ander voorbeeld uit jullie eigen praktijk. Als je langs deze paal rijdt, blijkt uit onderzoek dat je dan ongeveer 10% minder hard gaat rijden. Dat is precies goed genoeg om dat je onder die 50 zit. Dit is een interessant plaatje, een interessant gegeven. Namelijk dat als jij dus feedback krijgt en die je meteen krijgt, en herhaaldelijk, dan ga je uiteindelijk 10% efficiëntiewinst of effect krijgen. Terwijl als hier een agent zal staan, dan schrik je je even wezenloos. De volgende keer kijk je, staat hij er nog, en de keer daarna denk je er niet meer aan. Terwijl deze paal heeft dus een voortdurend effect. We staan nu voor een ontwikkeling in het hoger onderwijs die hetzelfde zou kunnen gaan bereiken. Als je kijkt naar onze eigen ontwikkeling in universiteiten, zijn we de afgelopen jaren gegroeid van bedrijfsvoering naar onderwijslogistieke systemen. En het onderwijs zelf wordt nu ook digitaal. Dat betekent dat we daar enorm veel data uit gaan krijgen. Aan de onderzoekskant was dat iets anders. Daar is meer die datastroom en golf vanuit publicaties gekomen. Dus daar hebben we nu de uitdaging in. Hoe gaan we dat bijhouden wat iedereen publiceert? Het zit meer in de onderzoekslogistiek. Ik ga nu even focussen op de linkerkant van de kaart. Op die enorme data die we hebben in onze onderwijssystemen. Je ziet nu dat de financiën voor de instellingen nemen af. Maar de verantwoording om daar meer mee te doen neemt toe. Dus het gebruik van data moet intensiever worden om daar ook meer effect mee te halen. Dit is een plaatje van de groei, voorspelde groei van het aantal studenten in Nederland. Tot 2020 gaan we nog steeds een groei meemaken. En dit jaar, door het sociaal leenstelsel, zien we dat al 20% meer studenten gaan studeren. Omdat ze bang zijn dat ze anders nog moeten gaan betalen. Dus je krijgt veel meer data ook de komende jaren. Dat zal alleen maar toenemen. Stel ons voor dat wij succesvol worden in Nederland om ook die buitenlandse studenten online te gaan betrekken. Dan ben ik het eens met Anka dat daar ook heel veel data uit gaat komen die we zouden kunnen gebruiken. De behoefte aan informatie zal gaan verschuiven. Je ziet nu dat wij, dit is zeg maar de ideale student, HAVO of VWO en dan bachelor en dan een master. Maar in het echt zien we heel veel studenten die daar anders studeren. Ze krijgen vertragingen, studeren langer, et cetera. Dat is niet meer houdbaar voor ons als instellingen, maar ook voor de student. Dus je krijgt een behoefte om vooraf veel meer te gaan zien wat zouden we kunnen voorspellen over het halen van diploma's of de snelheid van studeren. Dat noemen wij bij Deloitte Student Analytics. Je kijkt dan naar alle gegevens van studenten. Dus de behoefte om meer te kunnen zeggen verschuift naar voren in de keten. Dat gebeurt niet alleen in de onderwijslogistiek, de systemen waar jullie vooral denk ik mee bezig zijn. Maar ook in het leerproces zelf. Het is mooi als een resultaat na 3 maanden in het SIS staat. Maar in wezen kunnen we al veel eerder zien hoe het met de student gaat. Als we gaan kijken naar toetsen die in een LMS staan. En heel interessant zou kunnen zijn. Logt een student van tevoren in voordat het college begint. Dat zegt iets over de motivatie misschien. En daar zijn we dan bij ook vroege signalering in dat proces. En dat noemen wij dan learning analytics. Dat gaat meer om gegevens uit het lessenmateriaal zelf en uit het kennisnemen van lessen. Een paar praktijkvoorbeelden uit de onderwijssector. Signals, dat was een van de eerste die met rood, geel en groen laten zien hoe het gaat met een student. En Khan Academy laat helemaal zien persoonlijk wat zou je leerpad kunnen zijn. En dan kun je ook weer punten voor halen. Dus een stukje gaming zit er ook in. Dit is een ander voorbeeld. Dat hebben we uitgevoerd in onderzoek bij de UvA. Bij de faculteit Geesteswetenschappen op basis van 17.000 aanmeldingen uit het verleden en inschrijvingen hebben we daar alle data bij elkaar gezet. Uit allerlei bronnen, StudieLink, CRM-gegevens, hun SIS, verrijkt met CBS-gegevens en Duo. En als we die data combineren, hebben we 12 segmenten gevonden in uitval. 12 groepen type studenten. Aan de linkerkant van de kaart zie je studenten die heel snel uitvallen. In het eerste semester, aan de rechterkant
Groep 3 is een groep die later uitvalt in het tweede semester of in het eerste semester van het tweede jaar. Rechtsbovenin zitten hele goede studenten. Het aardige is aan deze kaart dat overal zit uitval, alleen de mate waarin is verschillend. Hier hebben we dus heatmaps, eigenlijk wat we net deden, hebben we ook gedaan met deze data. En waar het dus rood opgloeit, daar is de meeste uitval. Maar zoals je kunt zien, zit er een verschil tussen deze uitval hier en die uitval daar. Nou, daar ga ik even op inzoomen. Wat we even gaan doen is, we kijken naar de groep links onderin, snelle uitvallers. En wat is daarmee aan de hand? Linksbovenin zie je VWO op vooropleiding of niet. En dus wat je daar ziet is dus dat donkere blauw is HBO, rood is VWO. Dus dit is een VWO-groep. Volgende plaatje laat zien waar komen ze vandaan. En het blijkt dat er een aantal groepen studenten komt vanuit zeer rurale gebieden. Dus niet stedelijk. En de helft van die groep 1 komt daar vandaan. Maar de andere helft niet. En dat is de vraag, waarom is de ene groep wel succesvol en de andere niet? Toen zijn we gaan kijken naar het gemiddelde cijfer bij de middelbare school. Dat zie je hier rechts. Dan zie je dat deze groep hier, dat zijn studenten die op de middelbare school eigenlijk het goed doen. Maar die anderen doen het dan minder goed. De volgende stap is dan kijken, we hebben gekeken naar het geslacht. Dan zie je dat het met name jongens zijn die daar in die linkerkant zitten. En ze hebben iets langer gedaan, dat zien we in het volgende plaatje, over de middelbare school. Dus ze zijn misschien een keer blijven zitten daar. Wat we ook hebben gezien is dat deze studenten die aan de linkerkant zitten, niet naar open dagen komen en ook geen brochures downloaden. Met andere woorden, het zijn jongens die het niet zo heel erg goed doen op de middelbare school. En die kun je misschien ontdekken op het moment dat ze zeg maar, zich aanmelden en een aantal van de kenmerken zouden kunnen hebben. Wat kan je dan ermee doen? Je kan hun bijvoorbeeld verplicht een proefstudeerweek aanbieden, omdat we denken dat op die manier zij zich wel realiseren hoe het is om te studeren in een stad. Nou, dat is een voorbeeld van het gebruik van allerlei data en dat dan omvertalen naar arrangementen voor studiebegeleiding. Wat betekent dit voor het hoger onderwijs? Belangrijk is, denken wij, spits je toe op je eindgebruiker. En ontwikkel binnen je eigen instelling nieuwe kennis en vaardigheden om dit te kunnen gebruiken. En heel belangrijk is, denk in surfverband na over hoe je de beschikbare data die er is, met elkaar beter en intensiever kunt gebruiken. De behoefte verschilt per functieniveau. Dit is een plaatje eigenlijk van het hoger management. Die hebben al heel veel data, maar je zult zien dat de eindgebruikers, studenten en docenten steeds vaker informatie nodig zullen hebben. Voor hen is van belang snelheid. Dus snelheid van informatie is van groot belang, terwijl het volume en variëteit waarschijnlijk meer belangrijk is voor het hoger management. Hieronder zie je een aantal systemen die je dan zou kunnen gebruiken om dat te realiseren. Belangrijk is de competenties binnen de instelling zelf te ontwikkelen. Denk vanuit data en neem op basis daarvan beslissingen en niet op basis van de onderbuikgevoelens. Als dat zo is, dan heb je, is het ook nodig dat je daarvoor echt management inricht en dat je met elkaar afspraken maakt over data, het bewaren van data, privacy, etc. En maak die inzichten die je hebt dan ook breed toegankelijk binnen je hele instelling. En heel belangrijk is dat je daar ook de juiste hulpmiddelen voor ontwikkelt. Dat je er mensen voor vrij maakt en actiegerichte inzichten opstelt die meteen leiden tot effect. In dat opzicht vond ik het interessant dat Anker zei dat elk half jaar wordt hun online strategie aangepast. Maar voor dit onderwerp geldt eigenlijk precies hetzelfde. Tot slot, wat zou je in surfverband kunnen doen? Bij elk traject waar ik hiermee nu mee te maken heb, is er een van de grote vragen. Hoe zit het met de privacy, beveiliging, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid? Dat moet helder zijn. Ik geloof dat in september is er weer een bijeenkomst van Surf die daarover gaat. Tweede is, standaardiseer gegevens, ook de toegang tot data. En heel belangrijk zou het kunnen zijn dat er standaarden komen waarmee studenten informatiesystemen data kunnen aanleveren aan dit soort initiatieven. Je bent nu misschien vastzit aan een bepaalde leverancier. En het zou heel fijn zijn als leveranciers met elkaar dus nadenken hoe kunnen we die data makkelijker ter beschikking stellen voor analyses. En tot slot, uitwisseling van kennis en best practices. En ik hoop dat ik met deze presentatie dat voor jullie heb gedaan.